Wij willen gewoon dat er echt dit soort parken komen. Hier geloven we in. Ook de manier waarop het park tot stand gekomen is. Dat is echt samen met omwonenden ontwikkeld, ontworpen. Ja, als je het zo ziet en hier loopt, dan hoor je ook van iedereen dat het echt anders is dan veel andere projecten hier in de buurt. Hier doen we echt een stap meer. En ja, ik vind dat dat echt een voorbeeldproject is voor ook andere ontwikkelaars. Wij willen die energietransitie aanjagen. En wij willen ervoor zorgen dat mensen eigen regie over de eigen energievoorziening weer terugkrijgen. En als je stroom koopt van ons, dan komt het geld weer wel terug. Want dan gaan we er weer iets mee doen. Dat ecosysteem dat begint dus voor alle planten. Dus dat is ook waar ik me op gefocust heb hier. Doe je dat goed, dan volgen de dieren vanzelf. Als je ze eraan hebt. Hoeveel partijen hier samengewerkt hebben aan deze realisatie? Hoeveel mensen hier nu ook zijn om even een kijkje te komen nemen. Hoe het geworden is en met elkaar te vieren dat het er staat. Dat is mooi om te zien. Je kan het zien als een zonnepark. Je kan het ook zien als een natuurgebied waar de natuur zijn kans krijgt. En die combinatie, ik vind zonneparken nog steeds niet mooi. Moet ik eerlijk bekennen, maar die combinatie vind ik prachtig. We hebben hier bij de start van de bouw echt tot onze enkels in de modder gestaan. Dat is een zware tijd geweest. Maar als je nu kijkt, dan zie je al dat de natuur zich goed hersteld heeft. Dat daar ook nog tijd voor nodig is, maar dat zeker gaat gebeuren. En dat het gewoon een fantastisch mooi gebied wordt. Ik vind het fantastisch dat deze plek er is en dat het ons gelukt is om een energietuin neer te zetten. Het concept waar iedereen toch altijd wel een beetje kritisch op was, van dat kan allemaal niet. En als je echt wil, dan kan het. En dat vind ik gewoon super, ja.